We gaan in Ubuntu 11.10 een statisch IP instellen. En daarvoor moeten we een config-bestand aanpassen. Dus ik ga de terminal opstarten. En het allereerste wat we moeten doen is kijken wat voor interfaces we hebben. Wat voor netwerkadapters we hebben. Dat doen we door gebruik te maken van het commando ifconfig, interface configuration. En dan zie je dat ik twee netwerkadapters heb, een ET0 en een LO loopback adres, interface. Met die loopback doen we niks, die is bedoeld voor testdoeleinden. De ET0 die heb ik wel nodig, dat is interface waarvan ik het IP wil veranderen. Zoals je ziet heeft hij nu geen IP adres, hij heeft geen subnet mask, hij heeft helemaal niks. En dat komt omdat ik geen DHCP-server heb in mijn netwerk. Dus hij krijgt geen IP-adres van een DHCP-server. En hij heeft ook geen statisch IP-adres. Dus hij heeft geen IP-adres. Daar gaan we verandering in brengen door hem een IP-adres te geven. ET0 kan bij jou iets anders zijn. ET1, 2, 3, maakt niet uit. Je kunt ook meerdere ET's hebben. ET0, 1, 2, 3 kan je hebben. Selecteer voor jezelf welke interface je wil hebben, waarvan je het IP-adres wil veranderen en onthoud dat. Bij mij is dat ET0, ik ga ET0 onthouden en dan gaan we een aantal dingen aanpassen. Ik zeg clear en om het IP-adres te kunnen veranderen heb je speciale rechten nodig. Je kan niet zomaar het IP-adres veranderen, dus ik log in als root. Oké, ik ben ingelogd als root. En nu moeten we een config-bestand aanpassen. Ik gebruik Nano om tekstbestanden te editen, dat vind ik fijn. Nano / etc. Network en dan heb je interfaces. Enter. En dan komen we dit bestand tegen. LO veranderen we door ET0, daarvan willen we het IP-adres veranderen. Interface LO veranderen we hier ook weer naar ET0. En loopback kan DSP zijn, maar we willen een statisch IP-adres. Maken we dus static van. Dan gaan we een IP-adres opgeven. Address is on het numlock staat niet aan. Oké. 192.168.1.30 geef ik hem. En dan geef ik een subnetmasker op. Dat is een /24. Een netwerkadres. Dat is 192.168.1.0. Een broadcastadres. Dat is natuurlijk 192.168.1.255. En ik geef nog een gateway op. Hoeft niet, want we gaan niet buiten het netwerk. Maar goed, ik geef maar een 1.1 op. Die 1.1 die is er niet, die bestaat niet. Maar goed, mocht je hem nodig hebben in een echte situatie, dan kan je gateway en dan het IP-adres opgeven. Oké, dan heb ik voldoende opgegeven. Ik heb een adres opgegeven, subnetmasker, netwerkadres, broadcast en een gateway. Ik sla dit bestand op, Ctrl-O, Enter, Ctrl-X om af te sluiten. En dan moeten we service, de daemon, moeten we nog opnieuw opstarten, networking service. En dat doen we door te zeggen /etc, init.d, /networking. En dan zeg ik restart hem maar. Oké, als ik nu zeg ifconfig, dan zullen we zien dat hij het IP-adres heeft 1.30, wat we zojuist hebben opgegeven. Broadcast is 255, subnetmask is /24. Dus het IP-adres is geconfigureerd. Ik heb hiernaast nog een Red Hat machine draaien, die al inmiddels op een screensaver staat. Een Red Hat machine, die heeft al een statisch IP-adres, dus ik zeg ifconfig. Dan zie je dat hij het IP-adres 1.10 heeft. En we gaan proberen met deze twee te pingen. Ik ga terug. Ik zeg ping 192.168.1.10. En zoals je ziet, ik kan netjes naar de andere machine pingen. Ik stop deze even en ik ga terug naar de Red Hat. Andersom lukt dat ook.
1.30. Nou en of dat lukt. Dus deze twee machines kunnen met elkaar pingen. Ik stop hem even. Mocht het niet lukken, heb je opmerkingen, aanmerkingen, vragen, laat het weten op jafico.nl of stuur een mailtje naar info@jafico.nl en wij proberen je zo snel mogelijk te helpen. Voor nu bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.